En als expeditieleider heeft Piet Bolwerk veel verzet om de cultuur van het binnenland dichter bij Paramaribo te brengen. Bolwerk heeft in de jaren 60 de culturele ontwikkeling van Suriname richting helpen geven. Dit haalde zijn neefje tevens schrijver Marcel Larossé gisteravond aan tijdens de boekpresentatie Piet Bolwerk, hoeder van cultuurhistorie op twee continenten. In het boek beschrijft Larossé hoe Bolwerk heeft bijgedragen aan de bekendheid van de Surinaamse cultuur. Larossé wil met zijn boek bekendheid geven aan het werk dat zijn overleden oom heeft verricht voor zowel Suriname als Nederland. Hij en met hem een aantal prominente mensen in de jaren 60 hebben zich gerealiseerd dat in de jaren 60 voor het eerst Surinamers begonnen na te denken over de vraag wat hun tot één volk maakte. En dat was een heel moeizaam proces. Iedereen met zijn roots verspreid over de hele wereld. En ze waren er heel erg mee bezig. Jonge wetenschappers, sommigen ervan uit Nederland teruggekomen naar Suriname, met het ideaal van het land opbouwen. Anton de Kom was net ontdekt als een lichtend voorbeeld, een held die hun een voorbeeld was. En Piet heeft in die discussie altijd gezegd van, als wij een gemeenschappelijke noemer gaan maken voor dit diverse volk, vergeet nooit dat de Marrons en de inheemse daar ook onderdeel van zijn. En het was een inspirerend figuur. Maar ik heb meegemaakt al die jaren hoe spijtig hij het gevonden heeft dat die geweldige museumcarrière die hij in Nederland gemaakt heeft, dat hij die energie niet in zijn vaderland heeft kunnen steken. En het heeft hem altijd bezig gehouden. En werkelijk, in Nederland is hij een heel gezaghebbende museaal deskundige geworden. Hij was adviseur van andere museumdirecteuren. En dat mocht hij niet doen in Suriname. Hij mocht het Surinaams Museum niet gebruiken als educatief instituut. Omdat ze bang waren dat hij daarmee de verkeerde boodschap zou uitsturen. Niet in het belang van de kolonisator. Larossé vertelt dat Bolwerk in de koloniale periode ook zijn bijdrage heeft geleverd aan het Surinaams Museum. Echter kon dat niet voor een al te lange tijd. Het Surinaams Museum zal volgens Bolwerk een instituut moeten worden voor educatie en het bevorderen van het zelfbewustzijn onder het Surinaams volk. Maar het bestuur van het museum had daar geen behoefte aan. En ze hebben hem weggepest. Ze hebben hem in officiële stukken een fantast genoemd. En waarom deden ze dat, denk ik? In dat koloniale denken was het niet voor de hand liggend dat er een nieuwe autonome identiteit zou ontstaan. Want dan ben je als koloniale macht, kolonisator, ben je bezig om de macht over je kolonie kwijt te raken. En het museum werd gezien als een verlengstuk van de koloniale ambities van de Nederlandse overheid. En de museum die het bestuur, dat waren eigenlijk alleen maar witte mannen. En die zeiden van, het museum is er voor wetenschappelijk onderzoek en al dat andere, daar moeten mensen maar op een andere manier aankomen. Larossé vertelt dat zijn oom Piet Bolwerk in zijn periode bij het Surinaams Museum baanbrekend werk heeft verzet. Zo heeft hij ook archeologische werk verricht in het binnenland. Vanaf 1960 tot 2010 heeft Bolwerk in zijn geboorteland Suriname en Nederland een erg prominente rol gehad in de ontwikkeling van een cultuurhistorische en museale traditie. Piet Bolwerk overleed eerder dit jaar.